Hier ben ik weer. Vandaag ga ik verder met het uitpakken. Mijn cadeautjes uit San Vicente Island. Als eerst heb ik deze gekocht. No stress. Ik vond hem heel mooi. Dat is een Afrikaanse vrouw die is aan met een bilon. Ik heb ook. Deze vond ik ook zo leuk. Met een baby aan de rug. Ik heb ook nog deze gekocht. Zitten eigenlijk de 10e eilanden van Cap Verde. Ik heb ook nog 2 armband gekocht. Rasta, nog een bandage gekocht. Vond ik hem zo schattig. Ik dacht, misschien ga ik mijn ketting erin zetten. De ketting die ik vaker gebruik. Daar ga ik erin zitten. Deze ook. Ga ik erin zitten. En deze ook. En ik heb ook nog veel meer. Ga ik gewoon allemaal erin zetten. Lijkt me zo mooi. Vroeger wij gebruikten, zeg maar, als je ketchupen gaat maken, om ketchupen voor te bereiden. En dat ga ik ook. Ga ik straks uitproberen. Ja, nou, dat was hem eigenlijk op Sint-Niklaas. Heb ik niks gekocht. Wacht, ik heb nog iets gekocht. Nou, ik heb ook nog deze gekocht op Sint-Vicent. Dat is gedroogde aloe vera blad. Van deze maak ik gewoon thee van. Het is goed voor je immuunsysteem. Ik heb meegenomen met vakantie om te lezen zijn deze 3. Heb ik meegenomen. Deze gaat om Grey. Dat is 50 Shades of Grey. Ik heb hem gekocht omdat ik had een stukje filmpjes op YouTube gezien. Van deze mysterieuze knappe en sexy mannetje. Ik vond het zo leuk. Ik dacht van, weet je, ik ga het een boek van meenemen om te lezen. Maar in ieder geval, ik ga hier verder lezen. En ik zou graag hem willen ontmoeten. Want ik vind hem echt tof. Want ik hou van romantiek. En hier heb ik wel wat aan. En dan deze heb ik ook meegenomen. Die heb ik eigenlijk bijna alles gelezen. Practicing the power of now. Zeg maar, ik heb het gelezen in het Nederland. Deze heb ik besteld bij de Amazon. Want ik ben ook een beetje spiritueel, maar ook romantisch. En deze had ik ook besteld bij de Amazon. Het is ook een hele goede boek. The Power of Habits. En ik heb alleen maar deze afgelezen. Maar ik ga hier verder lezen.
Dan verder. Dat was het eigenlijk. Voor dit. Gelukt. Ik kan het nog. Doos Mia. Voor ons gezondheid. Porto, oud Portugal, hè? Dat is iets speciaals, hè? Ja. Nou, vandaag we gaan picknicken. Yes, ik kan het. Wat ik heb allemaal meegenomen. Kijk, om te beginnen heb ik deze handdoek meegenomen. Weet je waarom wit is? Want ik ben altijd bang voor thee. Dus als je een witte kleed hebt, dan kan je makkelijk zien als het een thee rondloopt. Vandaar dat ik dat heb meegenomen. Ga ik hierop zitten. En ik begin bij drinken. Weet je, die heb ik zelf gemaakt. Heb ik water, ijsblokjes, citroen. Rozemarijn en ook nog muntblaadjes, dat is het. Ik ga jullie laten proeven, hè. En ik hou me gezond bezig. Kijk, wat ik heb allemaal meegenomen. Lekker, lekker gezond allemaal. Ik heb ook crackers meegenomen. Heerlijk. Dit is fruit. Dames, ik heb ook een lekker wijntje en dit is wijn van. Oh, je hebt ook wijn. Ja, kijk hoe gezond het is. Dit is oud Portugal, hè? Oh, echt? Ja. Mag ja. Gaan we kijken? Oh, ik heb mijn leesbril op. Dat is niet nodig natuurlijk. Dat is stom, hè? Oh, wacht. Deze kan moeilijk. Joho. En mijn wijnglas vind ik, heb ik hem meegenomen. Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb hem hier ingestopt, want ik denk anders gaat hij breken. Vergeten natuurlijk. En ik heb ook kijken voor ons gezellig. Oh, gezellig. Oh, placemesje. Welk kloot wil je? Het is gezellig. Oh, wat leuk. Oh, dan neem ik rood van de liefde. Yes, en die is voor mij. We gaan gewoon genieten. Lekker. Ja, oké. Eet u smakelijk. Nou, Ellie, wat heb je allemaal meegenomen eigenlijk? Ik heb allemaal lekkere dingetjes meegenomen. Ja. Ik heb hier wrapjes met spinazie, roomkaas en gezond gedroogde tomaatjes en een beetje peper. En hier zit mozzarella en tomaatjes en basilicum met een beetje peper en zout. En even kijken hoor. Nou, ik heb natuurlijk lekkere koekjes meegenomen en meloen, watermeloen. Ja. En nou mag mijn collegaatje zeggen wat. Nou, het ziet er lekker uit en gezond uit natuurlijk. En natuurlijk. Een lekker mongootje. Het is echt lekker wijntje hoor. We hebben even geproost met elkaar. Am die hooie, am die mieten, am die tieten, am die zaken. Ja, ja. Nou, lekker, hè? Good life! En Celestina komt helemaal bij. Van het drukke leven. Zeker. Maar wat voor vogel is dat? Ik vind hem wel mooi. Een kraai. Kraai? Moet ik hem dichtbij filmen voor je? Nou, Celestina, ik kom dichterbij en hij gaat weg. Is die lekker, meid? Heerlijk. Een lekkere wortel voor de eenzame nacht. Ben gezond, ben. Mijn was lekker, maar waarom? Ik voelde een beetje draaien. 10%. Weet je? 10%. Oh, nee. Ja. 10%? Nou, maar dat is haast niks. Maar ja, weet je, dat alcohol, komt. Alcohol, dat kan niet. Ja, maar ik ben niet gewend om te drinken. Dat is het, weet je. Maar ik ben met de fiets. Hoe ga ik naar huis dan? Nou, daar ga je.
ik heb wel een probleem, want ik ben op de fiets. En, dan moet je eventjes een nummertje pakken. Hoe ga ik fietsen eigenlijk? Even mij bellen alsjeblieft, bel me een taxi. Je telefoon is leeg. Oh, je telefoon is leeg. Ja, mijn telefoon is leeg. Maar dat is geen probleem, ik heb toch... Wacht even, ik heb een powerbank. Oh, daar heb ik. Waar is jouw telefoon? Die kan je gewoon je telefoon opladen. Nou, dat is super. Ja, maar weet je wat? Je hebt geluk dat ik die powerbank bij me heb. Want ik ga je wat vertellen. Die had ik niet, hè. Maar ik had de oude telefoon. De telefoonbatterij ging steeds leeg. En toen had ik zoiets van, ik ga een nieuwe telefoon bestellen. En ik zat gewoon achter de computer. Ik denk per ongeluk, heb ik verkeerd geklikt, opgeklikt. En ik dacht, ik had een nieuwe Samsung besteld. En toen kwam mijn pak binnen. Ik was zo blij. Yeah, mijn nieuwe telefoon is gekomen. Ik ben uitgepakt, ben gaan kijken. En mijn oude telefoon had ik aan mijn buurvrouw gegeven. Want ik zeg, neem me mee, je gaat naar Cap Verde. Je kan gebruiken, dan kan je gewoon daar bellen. Ik had geen telefoon meer toen ik heb opengemaakt. Ik dacht van, hé, wat voor rare telefoon is dit? Ik kan niet toetsen, geen touchscreen. Ik zeg van, waar ik ben met zo'n telefoon. En toen ik dacht van, oh, misschien zit erin mijn telefoon. Ik ging allemaal openmaken. Mijn zoon zegt, mama, je maakt hem kapot. Dat is geen telefoon. En dat is een powerbank. Ik zeg, powerbank? Wat is een powerbank? Dat heb ik nooit van gehoord. En ik denk van, ja, als je telefoon leeg gaat, dan kan je dit gebruiken om je telefoon op te laden. Ik dacht van, oh, dat wist ik niet. Dat is de oplossing van mijn telefoon. En ik dacht van, ik ga snel mijn buurvrouw bellen. Breng mijn telefoon terug. Want ik heb je op. Maar het was moeilijk om buurvrouw te bellen zonder telefoon. Ik had een powerbank, geen telefoon, jongens. Dus vandaar dat ik dit voor jou heb. Dat is het verhaal. Ja, dat is het verhaal. Hier, neem me mee. Maar jij hebt toch een stekker nodig om erin te doen. Maar waar steek ik hem in? Ja, je hebt geen verstand van powerbank, zeker. En dit doe je daar? Oh ja, en die me... Je telefoon. En dan... die... Dan kan je bellen. Laat maar. Ik zoek er wel wat. Gaan we straks pas naar huis, toch? Ah, tijd is het wel... Nee, laat maar hoor. Laat mag je ook maar. Nee joh, laat maar gaan joh. Ja. Komt wel heel goed. Ja, laat maar. Oké, ga je? Ja. Jongens, de picknick is afgelopen. Ik ga lekker naar huis. Toch met de fiets hoor. Ik denk dat het er wel gaat lukken. Zo niet gaan we toch die taxi bellen. Zeker weten, de Uber. Even kijken. Of Uber. Uber, wat is Uber eigenlijk? Uber is een taxi die je kan bestellen. Oh, die hebben geen verstand van. Uitkijken. Doei. Wacht, iets van schieten. Ik weet wat. Thanks for watching, and if you liked my video, give me a thumbs up and subscribe. Nou, 10 minuten is voorbij en nu ga ik mijn haargel gebruiken.